Welkom bij deze video over Predictive Powertrain Control, of PPC. PPC is ontworpen om het brandstofverbruik te verbeteren, de emissies te verlagen en vooral vermoeidheid voor u, de bestuurder, te verminderen. Het eerste wat u moet doen is controleren of uw truck PPC heeft. Indien de motor is gestart, ga naar uw secundaire scherm, druk op instellingen, ga naar assistentiesystemen en daar vindt u of uw truck over Predictive Powertrain Control beschikt. U ziet dan Predictive Powertrain Control en Interurban. Als u PPC uitschakelt, dan wordt ook Interurban uitgeschakeld. Maar Interurban kunt u wel afzonderlijk uitschakelen. Iedere keer dat de motor wordt uitgeschakeld, gaat de PPC-instelling terug naar de fabrieksinstellingen. Maar u kunt deze desgewenst wel aanpassen. Door 2 maal op de tandwieltoets op het stuurwiel te drukken, kunt u vervolgens 5 instellingen wijzigen. Zo is er de bovenste snelheidstolerantie. Door naar rechts te vegen ziet u de momentumpieken, de onderste snelheidstolerantie, de bochtensnelheid en als laatste het uitrollen voor een verkeerssituatie. U kunt het menu verlaten door 2 keer op de tandwielknop te drukken en dat brengt u terug naar het hoofdmenu. PPC is momenteel ingeschakeld en dat kunt u zien door het grijze PPC-symbool is overgegaan in een groen symbool. We rijden nu bergafwaarts en EcoRoll is ingeschakeld want er staat een E bij mijn gekozen versnelling. De brandstoftoevoer naar de motor is nu afgesloten. En elke meter op dit moment gaat zonder brandstofverbruik. Dat bedoelen we met brandstofbesparing als we het hebben over PPC. Nu rijden we op een vlakke weg en de vrachtwagen anticipeert op de weg die komen gaat. Bijvoorbeeld als de vrachtwagen bergopwaarts gaat rijden, dan ziet de vrachtwagen dat aankomen. Voordat de klim begonnen wordt, kan de truck bijvoorbeeld al terugschakelen. De truck kent de weg namelijk en kijkt vooruit. PPC kiest daarom de versnelling die het beste past bij het gewicht en de snelheid van de vrachtwagen voor deze specifieke opgaande weg. Zo helpt PPC bij uw werk als chauffeur. Het systeem anticipeert, denkt vooruit en maakt het rijden een stuk eenvoudiger. Een nieuwe functie van PPC is het Interurban systeem. We rijden nu op een regionale weg en we naderen een rotonde. U ziet het bord daar staan. Ik weet dat PPC dit ook weet omdat het rotonde-symbool wordt weergegeven in het scherm. Als we de rotonde oprijden, bedient PPC zowel mijn gekozen versnelling als mijn snelheid. Het belangrijkste is dat ik me op het sturen kan richten en goed de omgeving kan waarnemen. Bij het afrijden van de rotonde zal PPC automatisch weer naar de juiste snelheid accelereren. Hoewel PPC het gewicht van het voertuig weet, kent het niet de lading die u vervoert. Als u bijvoorbeeld water of andere vloeistoffen vervoert, dan zal er een ladingsverschuiving plaatsvinden. Daarom bent u als chauffeur uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de truck en ook van de overige verkeersdeelnemers om u heen. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.